Goedenavond. Hallo allemaal. Hoi Margetta. Ik zie dat al heel veel mensen binnenkomen, gezellig. Even kijken, er komen nog wat meldingen binnen. Goedenavond allemaal. En vanavond gaan we een live doen met de jelly plate. Een baby kaartje maken ermee. En ik moet zeggen, ik ben nog niet zo heel lang met de jelly plate aan het werken, maar ik word eigenlijk steeds enthousiaster erover. Dus iedere keer ontdek ik weer andere leuke dingetjes. Het is wel echt een heel veelzijdig leuk artikel. Ik zal eventjes iets laten zien. De creatie voor vanavond heb ik niet als voorbeeld. Ik heb al wat andere leuke voorbeeldjes. Dus ja, we gaan zien wat vanavond gaat worden. We laten ons gewoon verrassen. Meestal heb ik altijd een voorbeeldje klaar voor ik ga beginnen. Maar ik had nu zoveel voorbeeldjes en ik heb eigenlijk nog wel heel veel ideetjes. Dat ik zoiets had van nou, we gaan gewoon wel kijken wat het wordt. Ik heb al wat voorbereiding gedaan natuurlijk, maar het is gewoon super leuk om eerst eventjes met de jelly plate te werken. Ik ga hem vandaag gebruiken in combinatie met de acrylverf. Ik gebruik daarvoor deze verfjes van Cadence. En op de webshop hebben we nu een actie met deze drie kleurtjes. Zijn ook echt, heb ik een beetje uitgezocht als een beetje leuk ook voor babykaartjes. Mooie lichte kleurtjes. Een blauw, een roze en een groene. Ze zijn onderling ook hartstikke leuk te combineren. En deze drie zijn nu samen als set voor €10,50. Nou, je doet er een eeuwigheid mee. Want ik heb er al heel veel mee gedaan. Maar er is nauwelijks wat uit. Want je hebt heel weinig verf eigenlijk nodig bij de jelly plate. En daarnaast vind ik het ook altijd fijn om gewoon een witte acrylverf te hebben. Dus die zal ik vanavond ook gewoon erbij gebruiken. Maar die zit dus niet bij de set. Het is ook, ja, je moet natuurlijk zelf een beetje kiezen welke kleurtjes dat je leuk vindt. Wat je aanspreekt. Ik zie heel veel jelly plate creaties met hele felle kleuren. Dus ik dacht, we doen het eens over een andere boeg. En we gaan in de mooie pasteltintjes zitten. Dat sluit natuurlijk ook wel leuk aan bij het babythema. Nou, wat ga ik verder nog gebruiken? Ik ga met deze stempelset ook nog werken in de jelly plate. Dus ook heel erg leuk om met stempels daarop te werken. Dit is uit de nieuwe Find It Collection. Deze is van Yvonne Creations. Ik zal eventjes het nummer laten zien. Hij kost €7,99. En ik ga nog met dit leuke
rompermalletje van Crealise aan de slag. Even ook het nummer, dan hebben we meteen de prijs, €10,95. Dat is ook gewoon een super veelzijdig malletje. Ik heb er heel veel ideetjes mee. Dus ik hoop dat ik ze vanavond, ideetjes in ieder geval, met jullie kan delen. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal uitwerken, maar het is wel leuk om jullie ja, te inspireren. En ik vond deze ontzettend leuk. Het wiegje. Met ook zo'n mobiel hier voor eraan. En ja, wat wolkjes, vlaggetjes, wat speelgoed. Hoort ook bij de serie van Yvonne. Hoort gewoon bij de serie waar ook de stempel bij zit. Er zijn nog meer, zoals jullie hier op de achterkant zien, nog meer malletjes van. Nicole heeft laatst op vrijdag in onze productpraatjes de hele serie voorbij laten komen. Dus ben je nieuwsgierig naar de rest van de serie, kijk dan even terug naar de productpraatjes met de hele serie. Er zit ook een superleuk boek in waar je kaarten mee kunt maken. En zo krijg je toch echt wat meer beeld dan alleen een plaatje vanuit de live. Ik zie... Oh, wacht even. Het beeld. Ik zie geen reacties van mensen. Dus ik weet niet of er al vragen zijn, maar ik zie niks. Dat heb ik de hele tijd sinds kort bij... Of sinds kort heb ik al een aantal lives achter elkaar dat ik een hele tijd geen reacties zie. Dus ik praat maar gewoon door in de hoop dat het... duidelijk is. Ik zie wel dat er heel veel mensen nog gezellig binnenkomen. Goedenavond allemaal. Maar ja, ik hoop. Ik ga eens even kijken als ik een beetje schuif. Of ik dan iets van reacties te zien krijg. Misschien heeft er ook nog niemand gereageerd. Maar kan ik me niet helemaal voorstellen. Maar ja, als er vragen zijn. Ik kijk sowieso altijd na afloop nog even de chat na. Dus dan kom ik daar zeker nog op terug. Nou, wat... Ik zal deze nog eventjes aan de kant doen. Wat heb ik nog? Ik ga vanavond dus met de jelly plate aan de slag. Je hebt ze in verschillende formaten. Je hebt ronde. Superleuk. En je hebt ook rechthoekige. En je hebt vierkanten. Die heb ik nu niet hier bij me. En ik heb ze ook een aantal ervan in de webshop gezet onder het kopje van de live van vanavond. Dus mocht je daar nog, mocht je even willen kijken wat we hebben en zo, dan kun je daar terecht. Er zijn natuurlijk nog veel meer jelly plates, formaten en afmetingen. Dus zoek je iets speciaals en je vindt het niet in onze webshop, neem dan even contact met ons op. We kunnen het altijd voor jullie bestellen. Dit is een hele leuke, een kleine jelly plate. Ik zal eventjes alvast, ik heb gewoon al wat proefdrukjes gemaakt. Dan heb ik bijvoorbeeld, kan je gewoon dit soort leuke kleine formaatjes. Bijvoorbeeld leuk voor een label of zo. Of ja, gewoon als klein kaartje. Dus of voorbij een achtergrondje of zo. Is gewoon super leuk omdat die klein werkt. Hier heb je ook een kleine ronde. Is ook heel erg leuk. Ik dacht daar wel bijvoorbeeld om deze dan als basis te gebruiken voor een lolly of zo. Om een leuk cadeau te geven. Nou, ik zie nog steeds geen reacties. Ik vind het maar raar. Ik weet toch bijna zeker dat er toch wel al iemand iets gezegd heeft. Sorry voor het trillen van het beeld, maar ik ben even aan het scrollen op de telefoon. Daarnaast hebben we een wat grotere. Je hebt ook de afmeting, hè? 12 bij 17,78. Dus die is wat groter, waardoor je een wat groter werkoppervlak hebt. Ook erg leuk. Je hoeft natuurlijk niet meteen het hele stuk te gebruiken. Je kunt er ook delen van gebruiken. Maak je wel één grote afdruk, maar dan gebruik je hem in delen. We hebben ook een grotere ronde. Daar heb ik dit kaartje voor als basis gebruikt. En ik heb daar, ik zag hem eigenlijk en ik dacht een baby, ik dacht een rond. Ik dacht, och, dat wordt een slammertje. Dus dat heb ik zo bedacht. En ik heb hier gewoon... Kijk of dat aan de achterkant goed te zien is. Ik heb daar gewoon met de cirkelsnijder een rondje uitgesneden. En ja, dan heb je daar een leuke slabbervorm van eigenlijk. Dat is natuurlijk ook wel super leuk als babykaartje. Dus dat heb ik gewoon gedaan met de cirkelsnijder. En dan als basis gewoon de afdruk uit deze jellyplate. Dan heb ik nog, ik ga nog heel eventjes, ik heb
veel te weinig ruimte hier vandaag. Ik heb al een extra tafeltje erbij gezet, maar het is nog... Heb ik vandaag een hele mooie meegenomen uit de winkel. Ik denk niet dat die onder het scherm past. Maar hij is 30,5 bij 35. Dus dat is echt wel een joek of een jelly plate. Heel erg leuk voor scrapformaat op te werken. En ook leuk als je nog meer druktechnieken en zo wilt proberen. Ook met A4 en zo. Heb je echt heel veel ruimte. En je kunt ook verschillende, bijvoorbeeld als je met masktenzels werkt, verschillende masktenzels met elkaar combineren. Dus ja, superleuk, ook zo'n groot. Het is natuurlijk een kleine investering, maar een superleuke in ieder geval. En ik heb deze nog meegenomen. Dat zijn, ik zal het wel even uithalen, allemaal kleine vormpjes. En die zijn ook superleuk. Dus je hebt hier de hexagon, de ovaal en de rechthoek, een kleine rechthoek. Ook superleuk om te gebruiken. Ik zie wel in de reacties. Maar dat doet hij wel. Nou, ik krijg net door dat iedereen wel de reacties van iedereen ziet, maar ik zie dus niet de reacties van jullie. Ik kan de stoelmachine even Facebook biedig aanzetten. En dan met kijken. Dan kan ik via Dine misschien doen. We gaan even kijken. Oh, kijk. Ik zie reacties. Daar heb je Jean. Jean zegt, dat moet je echt gaan doen. Is leuk. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld de ovale jelly plate vanmiddag even gebruikt. En ik heb ze vandaag pas meegenomen uit de winkel. En ik heb daar dan die stempel van Yvonne in verwerkt. En je ziet dan, als je hem dan... Het is, ja, jelly plate is dus een soort druktechniek. Oh, kijk, daar zie ik Brigitta ook. Wat kost de 30 bij 30? Brigitta, ik heb de prijs weggegooid. Ik laat het je morgen even weten. Of misschien als Nicole nog meekijkt, dat zij het even kan opzoeken. Want ik weet het even niet meer. Maar anders kom ik er morgen even op terug. Als ik in de winkel ben. Wat kost deze dan, zegt Carla. Welke bedoel je, Carla? Ik ben blij dat ik weer reacties zie. Gelukkig is het in één keer opgelost. Wat apart weer. Maar goed, ik was hier aan het vertellen over... ja, het is een druktechniek, hè, jelly plate, wat je doet. Dus je maakt een basis en die druk je af op papier. Dat is eigenlijk wat er gebeurt met de jelly plate. Dus zoals je dan ook ziet, zie je hier dus ook echt een spiegelbeeld. Dus het is toch... ja, het is anders als wanneer je gewoon een stempel afdrukt.